Ik ga het hebben over toegevoegde waarde. Wat is dat nou precies? Wat bedoelen we ermee? Nou, je ziet hier een rauwe aardappel en een bord met patat. Een berg patat. Welke van die twee producten, de rauwe aardappel of de berg met patat, heeft nou de meeste toegevoegde waarde? Ja. Dat is het bord met patat. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat die aardappel door mensen, arbeid, door kapitaal, machines, door natuur en door ondernemerschap, door de productiefactoren, wordt bewerkt, zodat er uiteindelijk patat van gemaakt kan worden. Dus het wordt gesneden, het wordt gefrituurd, er wordt zout opgedaan, het wordt opgeschept op een bord. En op die manier krijg je een eindproduct. En dat eindproduct is dus meer waard dan die rauwe aardappel. En dat komt dus doordat het bewerkt is. Wat is dan de definitie van toegevoegde waarde? Nou, dat is de waarde die wordt toegevoegd bij productie door het inzetten van de productiemiddelen. Net zagen we dat aan de hand van patat. Dat kan je ook zien bij koffie. Bij elk product is dat het geval. Je hebt een grondstof, de koffieboon. Die koffieboon die wordt bewerkt in verschillende stappen en daar komt uiteindelijk een eindproduct uitrollen. Een pak koffie van dat Douwe Egberts in dit geval. En dat eindproduct heeft dus meer toegevoegde waarde. Doordat het bewerkt is, die koffieboon, is er waarde aan die koffieboon toegevoegd. En daardoor is 1 kilo koffie in een pak meer waard dan 1 kilo van de grondstof koffie, van de rauwe koffieboon. Nu is het zo dat die productie van koffieboon tot koffie in stappen gaat, want er zijn vaak meerdere bedrijven bij betrokken en elk bedrijf heeft zijn eigen specialisme. Zo begin je natuurlijk met een koffieplantage. Die koffieplantage die verkoopt die koffieboon voor 25 cent per kilo. Koffieplantage die zit ergens in Ethiopië, befaamd om heerlijke koffie, of in Zuid-Amerika, in Brazilië bijvoorbeeld. En die verkoopt dus zijn koffie voor 25 cent per kilo. En dat verkopen ze aan een koffiebrander. Die koffiebrander koopt het dus in voor 25 cent per kilo. Die gaat dat vervolgens in een machine doen. Er staan mensen bij die machine. En daar komt uiteindelijk gebrande koffie uit. Gebrande koffiebonen. En die gebrande koffiebonen die zijn opeens niet meer 25 cent per kilo, maar 75 cent per kilo waard. Dat betekent dat die koffie per kilo 50 cent aan waarde daaraan is toegevoegd door die koffiebrander. Dus de toegevoegde waarde van de koffiebrander is 50 cent per kilo in dit voorbeeld. En die koffiebrander verkoopt de koffie vervolgens weer aan Douwe Egberts. En Douwe Egberts, die doet er een verpakking omheen, die maakt er reclame voor. Daardoor kan Douwe Egberts die koffie verkopen voor 2 euro per kilo. Terwijl ze het voor 75 cent per kilo bij die koffiebrander inkopen. Dat betekent dat Douwe Egberts een toegevoegde waarde heeft van 2 min 0,75 euro is 1,25 euro per kilo. Douwe Egberts verkoopt die koffie vervolgens aan de detailhandel. Detailhandel moet je denken aan de winkels zoals in de Kerkstraat hier in Hilversum of de Albert Heijn. Douwe Egberts verkoopt het aan de Albert Heijn. Albert Heijn koopt het bij Douwe Egberts in voor die 2 euro per kilo. Albert Heijn verkoopt het uiteindelijk voor 4 euro per kilo. Dus de toegevoegde waarde van Albert Heijn is 2 euro per kilo. Kan je je afvragen, hoe kan het nou dat Albert Heijn daar 2 euro aan waarde aan toevoegt? Want ze veranderen toch helemaal niets aan die koffie of aan dat pak koffie. Maar wat ze natuurlijk wel doen, is ze zetten het in een schap. Het maakt het voor ons consumenten makkelijk. We hoeven alleen maar naar de Albert Heijn te gaan om daar onze boodschappen te doen. We kunnen daar eventueel recepten opvragen, advies inwinnen. En daardoor is Albert Heijn in staat om er 2 euro per kilo aan waarde aan toe te voegen. De prijs van het product stijgt dus met 2 euro per kilo.
En dat is dus toegevoegde waarde. En zo wordt dat dus door gespecialiseerde bedrijven aan een product toegevoegd. Kijk je nou niet naar 1 kilo koffie, maar kijk je nu naar bijvoorbeeld het hele bedrijf Douwe Egberts, dan zie je dat Douwe Egberts in een jaar voor bijvoorbeeld 60 miljoen euro aan grondstoffen, dan moet je denken aan die gebrande koffiebonen, en aan diensten van derden inkoopt bij andere bedrijven. Diensten van derden moet je onder andere denken aan bijvoorbeeld het inhuren van een transportbedrijf door Douwe Egberts, het inhuren van een beveiligingsbedrijf. Dus dat zijn diensten en die worden ingehuurd of ingekocht bij andere bedrijven en daarom noem je het diensten van derden. In totaal is dat 60 miljoen. Douwe Egberts voegt daar vervolgens 110 miljoen aan waarde aan toe en uiteindelijk verkopen ze dus voor 170 miljoen aan producten per jaar. Ga je nou kijken naar waar ze die toegevoegde waarde voor gebruiken? Die toegevoegde waarde die werd toegevoegd aan die koffie doordat Douwe Egberts het bewerkte. Met arbeiders, met machines, met een stuk grond wat ze bijvoorbeeld hebben en uiteindelijk ook natuurlijk ondernemerschap. Daar staan wel beloningen tegenover. Die mensen werken natuurlijk niet voor niets binnen die fabriek. Dus die toegevoegde waarde van Douwe Egberts die moeten ze gebruiken om loon en rente en pacht en uiteindelijk een stukje winst uit te betalen. En daar wordt die toegevoegde waarde dus voor gebruikt. We hebben dus net gekeken naar de toegevoegde waarde voor een pak koffie, voor 1 kilo koffie. We hebben nu gekeken naar de toegevoegde waarde van Douwe Egberts, 110 miljoen. Voeg je nou alle toegevoegde waarden van de bedrijven in Nederland of in één ander land bij elkaar samen, dan spreek je van het nationaal product. Dus het nationaal product is de toegevoegde waarde van alle bedrijven in één land. Nou, wat blijkt nou, zoals we net al aangaven, die toegevoegde waarde die wordt gebruikt om loon, rente, pacht en winst uit te betalen. En die 4 beloningen noemen we ook wel de 4 primaire inkomens. Als je die optelt voor alle gezinnen in een land, dan kom je uiteindelijk uit op het nationale inkomen. En hieruit kunnen we afleiden, dat is eigenlijk vergelijkbaar met 2 zijdes van 1 medaille, dat het nationaal product gelijk is aan het nationaal inkomen.